мексиканским для того, чтобы спасти Хошу из банковки. Это одна из причин того, чтобы участвовать в Мирана. Eerst dreigen de banken failliet te gaan. Daarna zien we dat er veel bedrijven failliet aan het gaan zijn. De financiële en economische crisis wordt steeds dieper. En de crisis van vandaag is de diepste, beste mensen, de diepste sinds 1929. Deze veroorzaakt overal afbraak. En als dit zo doorgaat, blijft er niks of nauwelijks over van welvaartsstaten. De afbraak van rechten is niet meer te stoppen. Kijk maar om je heen. Ook hier in Nederland. Het leven van werknemers wordt steeds ondraaglijker. Ondraaglijker door de vele aanvallen onder de noemer van de zogenaamde bezuinigingsmaatregelen. Uitbuiting tiert welig. Salarissen krimpen, het aantal werklozen stijgt. En zo zijn er in Griekenland inmiddels 1,27 miljoen mensen zonder werk. In Europa hebben we besloten, alle bonden bij elkaar, er moet gewoon echt een campagne en dan ook een stevige op gang komen. Maar niet alleen maar mooie logo's, maar een campagne die in de bedrijven gaat leven. Met eigenlijk als één hartekreet, wij willen een sociaal Europa. Een sociaal Europa, wat niet wil zeggen van we slaan alles plat. Maar wel een sociaal Europa waarin het aardig is om te werken, waar werk is. Maar dat er ook in ieder geval goede arbeidsvoorwaarden zijn. En dus moeten wij samen een vuist maken. Met elkaar. En dat is niet iets van alleen maar types die ergens in Brussel rondlopen en af en toe bij elkaar inderdaad over de kamer komen. Dit is iets van de werkvloer. Wij kunnen alleen maar Europa duidelijk maken dat dit moet veranderen als we het zichtbaar maken op de werkvloer. Dat we laten zien wat er aan de hand is en ook duidelijk kunnen maken wat er in Europa moet veranderen. En daarom hebben we besloten dat er een grote campagne moet komen in Europees verband. Dat hebben we allemaal met elkaar gedaan. En die campagne die wordt de komende tijd uitgerold. En dan hoop ik in ieder geval dat het, zeker op het moment dat er weer een nieuw parlement, Europees parlement, gekozen moet worden. Dat klinkt heel ver weg, ergens in 2015. Dat een sociaal Europa ook op de agenda staat. Dit gaat over onze cao nu. Het gaat over de arbeidsvoorwaarden van onze kinderen, onze kleinkinderen, ons pensioen. Dit gaat over onze welvaart. Onze welvaart die verbonden is met de welvaart en zo je wilt op dit moment de armoede in heel veel andere Zuid-Europese landen.